Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl waar ik het wederom wil gaan hebben over waardebeleggen, value investing, maar dan juist nu specifiek eigenlijk over het geduld dat je moet hebben en wat past dus bij waardebeleggen. Want ook in de vorige video heb ik het daar al over gehad. Ik ben zelf wat meer aan het kijken naar value investing. Mijn portefeuille is vooral groot geworden door groeiaandelen. Die zijn nu stukken meer waard dan wanneer ik ze kocht. Maar tegelijkertijd denk ik van juist daarom moet ik misschien wel meer spreiding, of niet alleen misschien, maar ik moet gewoon eigenlijk meer spreiding krijgen in mijn eigen portfolio. En tegelijkertijd denk ik ook dat de markt is overgewaardeerd. Niet dat de markt de komende tijd niet verder kan groeien, want juist zeker nu de rente heel erg laag is, er wordt veel geld bijgeprint. Kan er nog wel een tijdje zo doorgaan op deze manier, maar het gaat ook gegarandeerd een keertje mis. En als we gaan kijken naar hoe die markt dan overgewaardeerd is, kun je ten eerste kijken naar de Buffett Indicator. Zoals de naam al zegt, iets wat Warren Buffett eigenlijk weer populair heeft gemaakt. Hij geeft eigenlijk ook aan van ja, de market cap van alle aandelen die er zijn. In dit geval de Wilshire 5000 zijn de 5000 aandelen, ik geloof allemaal in Amerika. Ten opzichte van het GDP, de Gross Domestic Product, oftewel wat wij noemen het Bruto Binnenlands Product van Amerika. En hij zegt dat die verhouding uiteindelijk zo'n 138% mag zijn voordat iets overgewaardeerd is. Nou, we zien zelf al dat het eigenlijk begin vorig jaar begon hij al een beetje eroverheen te gaan. We hebben hier eigenlijk nog een beetje die correctie eind 2018. Ik weet niet of je die misschien kunt herinneren. Toen zaten we juist een beetje rond dat getal van 140%. Uiteindelijk tijdens de coronacrisis gedaald van 155 naar 123. Maar sinds iets meer dan een jaar geleden, dus van 123 inmiddels naar meer dan 200%. Dus volgens Warren Buffett en zijn indicator, of in ieder geval hoe hij aangeeft of de markt is overgewaardeerd, zijn we in ieder geval ver boven die 138% die hij noemt. Wat we ook kunnen doen is naar de Shiller PE ratio kijken. Shiller PE ratio geeft eigenlijk aan wat op dit moment de PE ratio is, of wat mensen bereid zijn te betalen, of wat er betaald wordt voor het gemiddelde van de afgelopen 10 jaar. Nou, als je gaat kijken, ook hier geef je vaak een beetje aan, je ziet iets trouwens beneden. Het gemiddelde ligt zo'n beetje rond de 15, 16. Je kunt ook zeggen, we gaan het een beetje gelijk trekken met een PE ratio. Die willen we misschien op 20, maximaal 25 houden. Dat betekent dat we hem een beetje tussen deze baan willen houden. Of misschien zelfs nog wel aan de onderkant daarvan. En dan zie je eigenlijk de momenten dat hij erboven zat, zijn ook echt de momenten dat er een crisis is geweest. Denk bijvoorbeeld hier Black Tuesday. Of hier Blue Monday is niet per se hoog, maar dat is wel een crisis. Maar zeker de dotcom-bubble was tot nu toe het hoogst. Maar ook hier zie je inmiddels weer, sinds de crisis in 2008 gingen we naar een dieptepunt van de laatste 20 jaar in ieder geval. En sinds die tijd weer sterk gestegen. En ook zeker het afgelopen jaar gaat die weer steil omhoog naar nu zo'n 38. Dus best wel een stuk hoger dan dat we eigenlijk zouden willen zien. Dus ook hieruit zouden we kunnen halen dat het ja, helemaal niet zo gek is als er binnenkort een keer een crisis komt, omdat ook op basis van deze gegevens de markt gewoon overgewaardeerd is. Dus als we ook naar deze grafieken kijken, dan kun je eigenlijk spreken van FOMO, de Fear of Missing Out. Zeker de laatste 12 tot 18 maanden kun je dat heel erg goed zien. Ten ene kant natuurlijk vanwege de coronacrisis, waar bijvoorbeeld de tech-aandelen die daar juist van konden profiteren, omdat die wel doorgingen terwijl heel veel van de economie gesloten was. En misschien is dat ook wel zo dat die bedrijven van konden profiteren. Maar heel veel mensen, heel veel beleggers dachten dat ook. Dus eigenlijk heel veel mensen gingen of herpositioneren of juist beginnen met beleggen en juist in die aandelen instappen. Dus de hele markt wil eigenlijk in een kleine groep van aandelen, waardoor die juist heel erg populair zijn geworden, waardoor die juist zijn, ja, heel erg hoog gewaardeerd zijn. En juist die nieuwe beleggers, die letten niet zo op de waardering zelf, maar die denken van, oh, het is goed gegaan de laatste tijd, het afgelopen jaar. Ze maken winst, de toekomst ziet er goed uit. Het maakt mij op zich niet zo heel veel uit of ik nou te veel betaal op dit moment, zolang het in de toekomst maar meer waard is. En mijn verwachting is ook dat het meer gaat worden in de toekomst. Maar wat die nieuwe beleggers vaak vergeten is dat ten eerste resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En ten tweede dat ook al vaak hoger rendement of hoger, ja, potentieel rendement gepaard gaat met een hoger risico. Nou, deze mensen zijn dus de afgelopen jaar, anderhalf jaar begonnen, hebben tijd over, hadden geld over. En dat is denk ik ook een belangrijke reden waarom de markt zo overgewaardeerd is en waar ook heel veel mensen eigenlijk te maken krijgen juist met FOMO. En als we dan aan dit soort aandelen denken, dan kunnen we bijvoorbeeld ten eerste denken aan Tesla. Daar kun je dat duidelijk zien. Laat ik een beetje uitzoomen naar de laatste 5 jaar.
En dan is het hier eigenlijk vorig jaar, we hadden hier de crisis. Toen is het nog een beetje gedaald van 175 zeg maar naar 80. Dus het is eigenlijk meer dan gewoon gehalveerd. Maar sinds die tijd ook van zeg maar 80 dus naar het hoogtepunt van 900 gegaan. Dus meer dan vertienvoudigd. Tuurlijk, Tesla heeft natuurlijk echt wel een moment gehad dat ook alles goed uitpakte. Dat het goed ging met de cijfers. Maar wederom een bewijs dat iedereen ook juist op dat moment wilde instappen. En iedereen zag deze stijging en wilde vervolgens ook zeker instappen. Omdat het lijkt alsof het niet anders kon. Het kon alleen maar omhoog. Dat zagen we ook bijvoorbeeld bij een aandeel zoals NIO. Dat is natuurlijk denk ik iets later begonnen. Want dat is eigenlijk het vervolg van Tesla. Iedereen die Tesla gemist had, werd NIO gezegd van dit is de nieuwe Tesla. Dus op dat moment stapt iedereen in. En hier is het eigenlijk nog gekker. Want als je hier gaat kijken, hier stond het aandeel op $2 en op het hoogtepunt was het boven de 60. Dus dat ging keer 30. Maar heel veel bedrijven hebben natuurlijk gezien, denk ook bijvoorbeeld aan Plug Power. Dat ging juist over waterstof. Heb ik zelf ook van geprofiteerd. Ingestapt begin 20, uitgestapt ergens halverwege begin 50. Het ging nog hoger, maar het corrigeerde naderhand ook heel erg sterk. Dus juist als mensen hier denken, we kunnen hier mooi instappen, want het gaat alleen maar goed. Het is helemaal niet normaal dat iets van, ja, laten we zeggen, $3 naar meer dan 60 gaat. Het kan gebeuren, maar verwacht niet dat dat nog een keer gaat gebeuren, zo'n groei. En bij dit soort aandelen, het zijn nog veel meer aandelen, heel vaak juist tech-aandelen, of juist alles met groene, duurzame energie en dat soort dingen, die waren eigenlijk tot en met een half jaar geleden gewoon heel erg populair. En was dus echt wel sprake van FOMO. FOMO wat we bijvoorbeeld eerder hebben gezien bij de cryptomarkt een paar jaar geleden, was nu echt van toepassing op de aandelenmarkt. En wil je nou beginnen met beleggen? Kijk dan naar de links onder deze video. Want afhankelijk van hoe jij wilt beleggen, vind je daar een broker die eigenlijk altijd wel bij je past. Denk bijvoorbeeld aan de Giro. Voor als je meer zelf aandelen wilt kopen, zelf ETF's wilt kopen. En vooral ook wat meer voor de lange termijn gaat. Maar ook bijvoorbeeld aan Bink Forward. Voor als je je geld wilt laten beleggen, omdat je de tijd en kennis nog niet hebt op dit moment. Of eToro. En dat is dan vooral juist een interessante broker voor als je wat meer wilt handelen op de korte termijn. Voor al die brokers vind je dus zoals gezegd onder deze video een link om gratis een account te openen. En op die manier help je ook nog eens het kanaal. Dus dat was altijd gewaardeerd, want het zorgt er gewoon voor dat ik ook in de toekomst deze video's kan blijven maken. Maar we zagen dus zojuist eigenlijk de FOMO, terwijl deze video juist gaat over de anti-FOMO of juist het geduld hebben. Het geduld hebben om aan waarde beleggen te doen, om op de langere termijn te durven kijken. Want bij FOMO, fear of missing out, ben je gewoon bang om de boot te missen. Je denkt van, oh het gaat nu stijgen, laat ik nog maar snel instappen voordat het alleen maar verder blijft stijgen. Je denkt ook dat het altijd blijft stijgen, of in ieder geval dat er een moment komt dat het daalt. Dat dat nog heel lang duurt, dat dat in ieder geval voorlopig niet gebeurt. Dus je wil eigenlijk op dit moment meer betalen om toch mee te kunnen gaan op het rendement, op de trend die er op dit moment is. Want die is vaak ook heel erg belangrijk. Iedereen wil zijn geld ook investeren in dat soort aandelen op dit moment in ieder geval. En misschien besef je wel of denk je wel van het zal heus wel een keer een correctie komen of een crash komen, maar niet op de korte termijn. Dus laat ik nu maar instappen en mocht die crash uitkomen, laat ik dan extra kopen door juist dollar cost averaging toe te passen en juist te profiteren, oftewel buy the dip te doen. Ook ik doe dat regelmatig trouwens hoor, maar niet zo sterk FOMO gelukkig als bij heel veel mensen dus het geval is geweest de laatste tijd. En dat komt vooral omdat je denkt van, zoals gezegd, het duurt nog een heel erg tijdje voordat iets gebeurt. Er moet een crash komen en dan gaat de hele markt onderuit. Maar dit aandeel zal het waarschijnlijk niet gebeuren, terwijl dat eigenlijk helemaal niet het geval is. Je zult zien dat heel veel aandelen toch vaak op de korte termijn zeker een correctie of zelfs ooit een crash laten zien. En als we het hebben over een echt goede crash, dan denk bijvoorbeeld bij tech aandelen aan de dotcom-bubble. Dus kijk bijvoorbeeld naar Intel. Pakken we dat aandeel erbij. En dan moeten we zeker wat uit gaan zoomen, want dat is geweest in 2000. Toen zag je wel dat het aandeel van Intel zo $75 was. Maar toen kwam de crash, ging het hard onderuit en gedurende, laten we zeggen, 2 jaar is het uiteindelijk gedaald naar onder de 14 of onder de $15. Dus daar zie je gewoon dat 80% van de waarde onderuit gaat. Natuurlijk, dit bedrijf is er nog steeds. Is nog steeds een bekende naam. Maar je ziet wel dat eigenlijk het aandeel nog nooit helemaal hersteld is van in ieder geval de koers die het op dat moment is geweest. Toen tikten we zeg maar $75 aan. En nu houdt het telkens een beetje op rond de $70. Maar niet alleen Intel heeft dat. Denk ook bijvoorbeeld aan Amazon. Laten we die even erbij pakken. Ook hier zien we
2000. Het lijkt alleen niet heel veel voor te stellen, omdat natuurlijk toen de koers heel laag was en nu een aandeel bijna $4000 is. Maar laten we even inzoomen. Kijk, dan zien we hier ook wederom rond 2000 dat het aandeel, hier ging Amazon naar de beurs. Uiteindelijk ging het naar, laten we zeggen, $100. Maar gedurende de jaren na die dotcom-bubble daalde het naar uiteindelijk zo'n $5-6. Dus daar zien we gewoon dat bij Amazon een grote naam, ook toen al was het echt een tech-aandeel. Waarschijnlijk ook een beetje FOMO, of in ieder geval een beetje heel erg veel. Maar dan zie je eigenlijk gewoon dat daar misschien wel 95% van de waarde uiteindelijk binnen een paar jaar weggaat. Dus denk niet dat het niet mogelijk is. Het gebeurt zeker bij grote bedrijven, bij bekende namen kan het ook gebeuren. En nu denk je misschien van ja, dit zijn de extreme, dit zijn unieke gevallen. Dit is alleen van toepassing tijdens een crash en een crash ja, is misschien voorlopig nog niet eens aan de gang. Het is ook zeker bij dit soort situaties dat het gebeurt. Maar ook de afgelopen maanden hebben we dit zien gebeuren. Zeker bij specifieke aandelen. Dan is er niet per se sprake van een crash of een crisis op de beurs. Kan ook wel ooit een correctie zijn. Of angst zijn bijvoorbeeld voor oplopende inflatie of oplopende rente. En sommige aandelen kunnen daar best wel sterk op reageren. Dit is ook gebeurd de laatste tijd bij aandelen waar ik zelf naar aan het kijken ben. Of in ieder geval die ik in de gaten hou, omdat ik al een positie heb. Denk bijvoorbeeld aan Basic-Fit. En dan moeten we weer eventjes terug naar het huidige moment. Want als we hier kijken, we pakken de daggrafiek erbij. Dan zagen we hier een beetje een top van de laatste tijd begin juni op $41 of euro zitten. Maar als we sinds die tijd gaan kijken, dan is die ook zeker weer gedaald. En dan kunnen we een beetje een daling zien vanaf nu van 12, bijna 13% in iets meer dan een maand tijd. Dus het was een aandeel wat ik heb verkocht omdat hij juist telkens piekte. Naar de hand schoot hij door. En zou je denken, oh nou blijft hij daarboven. Maar je ziet inmiddels ook weer, een maand later staat hij eigenlijk weer onder het punt waarop ik het verkocht had. Want ik had volgens mij verkocht rond de €38. En ik zit ook een beetje te kijken om wederom bijvoorbeeld bij dit aandeel opnieuw in te stappen. Een ander aandeel en een goed voorbeeld daarvan is ook Alphen. Alphen heeft natuurlijk heel erg goede tijd gehad aan het begin van het jaar. We zien hier een hoogtepunt van meer dan €90. Maar gedurende een niet zo hele lange periode, 120 dagen, dus eigenlijk een paar maanden maar, ging het aandeel bijna gehalveerd. We zien hier min 40% staan. Gedurende die tijd, of na de hand, zo moet ik eigenlijk zeggen, is het ook weer gestegen. Want sinds dat dieptepunt staan we nu ook weer 40% hoger. Dus denk niet dat het niet kan gebeuren. Of dat je denkt van, misschien gaat een aandeel maar 10% onderuit, zoals bij Basic Fit. Kijk naar een aandeel als Alphen, dat halveert bijna in een korte periode. En straks hadden we het al over Tesla, dat het vorig jaar heel erg goed heeft gedaan. Maar kijken we naar dit jaar, is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal als bij Alphen. Eind januari, begin februari is eigenlijk het hoogtepunt geweest van het aandeel, $900. En pakken we dat eigenlijk tot en met dit moment, zien we alsnog gedurende een half jaar staan we nog steeds 30% lager dan het hoogtepunt. En dit zijn dus ook grote namen, bekende sectoren. Sectoren die het misschien vorig jaar heel erg goed deden, nu in ieder geval een stuk minder. En het kan natuurlijk ook zo zijn dat je ooit denkt van, ja, ik let wel op een PE-ratio, maar ik denk niet dat het binnen korte termijn nog een keer op een PE-ratio komt wat acceptabel is, wat onder die 25 ligt. Want kijk bijvoorbeeld hier naar het aandeel Apple en pakken we het PE-ratio erbij. Dan ligt dat nu ongeveer rond de 32. En dat is hier die lichtgele lijn, zie je hier tussendoor gaan. Die lag zeg maar eind vorig jaar, lag hier boven de 40. Maar als we ook wederom hier gaan uitzoomen, dan zul je zien, we zijn op zoek naar het linkse geval hier rond de 25 maximaal, misschien 20. Dat het lijkt misschien lang geleden, maar relatief gezien valt het wel mee. Want in 2018... Eind 2018 stond hij nog rond de 20. Na de hand is hij zelfs gedaald naar 12. Dus eigenlijk niet eens 2-3 jaar geleden kon je dit aandeel tegen een goede waardering oppakken. In ieder geval voor de lange termijn. Als je gaat kijken naar waarde beleggen. En het is juist eigenlijk sinds de coronacrisis dat het aandeel begin, eigenlijk halverwege vorig jaar, zo kunnen we het zeggen, door de 25 PI ging. En inmiddels is ook erg is gestegen. Zeg niet dat het niet mogelijk is, want eigenlijk een jaar geleden, iets langer geleden, had je het zeker op kunnen pakken voor een heel, heel mooie waardering.
En dat is dan ook eigenlijk het punt wat ik wilde maken met deze video. Of in ieder geval wilde aantonen van soms denk je van FOMO. Ik moet nu instappen want iedereen stapt in en dadelijk mis ik de boot. Misschien gaat het wel ooit een keer dalen, maar dat duurt nog heel erg lang. Ik hoop in ieder geval dat je hebt kunnen zien dat bij best wel veel aandelen op verschillende momenten tijdens een crisis, maar ook zeker tijdens de afgelopen paar maanden, aandelen best wel eens kunnen halveren of tijdens een crisis bijna heel de waarde eraan gaat met 95% zoals je net al zag bij Amazon. Intel wat 80% onderuit ging, of juist op de korte termijn ooit zoals bij Apple niet zo heel lang geleden een best goede waardering had en nu heeft het dat niet per se. Natuurlijk groeien ze wel hard, maar dat wil niet zeggen dat dat de komende tijd zo door blijft gaan. En misschien dus als je het geduld hebt, misschien duurt het een jaar, misschien duurt het 2 jaar, kun je een aandeel voor een veel leukere waardering, laten we het zeggen, oppakken. En als je dat geduld hebt, dan zorgt het er ook voor dat je een goedkope instapprijs hebt, waardoor je uiteindelijk veel meer rendement kunt maken. Het is niet altijd het belangrijkste om eigenlijk altijd te kopen of ja, eigenlijk nu te kopen omdat je denkt dat het in de toekomst meer waard is. Het kan juist ooit heel erg voordelig zijn of in ieder geval gunstig zijn om even te wachten, kijken of er een beter moment aankomt en als dat moment zich voordoet om dan juist in te stappen, zeker als je een lange horizon hebt, een lange beleggershorizon en je kijkt jaren vooruit, kijk dan ook niet alleen 1 of 2 jaar vooruit, maar durf ook gewoon 1 of 2 jaar te wachten, omdat je uiteindelijk toch het resultaat bijvoorbeeld pas over 10 of 20 jaar wilt hebben. En juist omdat er natuurlijk nu de markt misschien wel overgewaardeerd is en in ieder geval heel erg populair is om te beleggen, ben ik juist op zoek naar dat soort aandelen. Aandelen die nu in ieder geval wel goed gewaardeerd zijn. En ben ik ook in de gaten aan het houden wat aandelen zijn die mogelijk in de toekomst voor een leukere waardering op te pakken zijn, die het gewoon heel erg goed doen, maar die nu niet de juiste PE ratio hebben of niet de juiste waardering hebben. Maar dat was eigenlijk hetgeen wat ik wilde vertellen in deze video. Normaal hebben we het heel vaak over FOMO. Nu wil ik iets meer gaan richting de anti-FOMO of in ieder geval het waardebeleggen. En daarmee zijn we dan aan het einde gekomen van deze video. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Wil je meer van dit soort video's zien, maar ben je nog niet geabonneerd op het kanaal? Klik dan op abonneren onder deze video om nooit meer een video te missen. Wil ik jou bedanken voor het kijken, een fijn weekend wensen en hoop ik jou bij de volgende video weer te zien.